Goedemorgen iedereen! Voilà, zeg. Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah! Voilà, zeg. En de Rumzy is hier ook. Wepla. En wij gaan naar Rommelmartje gaan en Tielt. Rommelmartje hier in Roeselare. Misschien dan nog eentje. Weet ik veel. We gaan het wel allemaal zien. Waarom staat hij eigenlijk volledig achter mij? Ik ben er net. Goed. Maar voordat de video starten, moet hij eigenlijk een keer naar hier komen. Want, ja, gelijk altijd, ja, valt de weer in de prijzen. Kijk, wat ik hier heb voor u. Kijk hier. Hey, wat hè? Waarom deed dat, hè? Hij zit toch zot van Harry Potter? Ja. Ah, wel, voilà. Ik niet zo. Dus, wat? Het is volledig splinternieuw, voilà. Ja, man. Met een stokje. Een toverstokje. Kan ik daar echt spreuken mee doen? Ja, ik kan er echt bespreuken mee doen. Lumos. Oké. En, voilà. Ja, en hier een dynamo ook kennen, Birds of Prey. Heb dat gevraagd. En hier Avatar. Die nikkel. Anders moet iemand anders schrijven. Hey, dat ver beneden. Voilà. Dikke merci. Hoor. En ik weet niet of dat je erin kan. Ik heb ze ook nog maar één keer aangedaan, maar ik kan er eigenlijk voor mij spant veel te veel om te hebben. Een big tummy. Maar vooral voor de guns ook, hè. Ja, en natuurlijk, ja. Hey, ik ben wel zot van Ghostbusters. Maar ik weet, maar dat gaat waarschijnlijk te groot zijn. Het is een large. Ik vind dat chill. Ah, vind dat chill? Of voor gewoon voor thuis. Oh my god. Of voor thuis te zitten, ja, weet ik. Maar je echt een fan zit van Pippi Blue. Hey, die t-shirt rol ik gezien, man. Ik kan hem draaien. Ah, ja, we kennen hem één keer aangedaan, maar het is te... Mai. Ja. Zot, hè. Hey, ik ben echt voilà, zot, hier en die moet ook in. Wat is dat? Die ik ook wel kei. Oh, Transformers, ja, Bumble. Wat? Benny? Hey, nee. Ik weet nu direct dat ding is. Wat? Wat kan de Black Panther is. Ja. Maar dat is toch eigenlijk Bumblebee, hè? Benny, dat is de panter, ja. Maar eerst Black... Bumblebee is een bij, hè. Maar zo doet. Ah, wacht. Ah, ja, nu. Wacht. Ik zal het nog een keer doen. Wacht. Ik zal het nog een keer proberen. Ah ja, het is like Bumblebee. Ah, voilà. Oké, we zijn weg. Yo! Hallo mensen, ondertussen zijn we aan de rommel gehad en Rumzy is gecrasheerd op een croissant. Bedankt u. Joho. En een blikje Fanta heeft hij ook betaald. En voor zijn eigen een Pepsi. Voilà. Waarom vertel ik dat eigenlijk? Geen mens die het weet. Want dat is eigenlijk totaal niet interessant voor de vlog. Ja, echt, maar dat toch? Het is wat het is. Ik ga hier... van niet, nee, ja, want het is gratis. En al wat je gratis krijgt, hij krijgt wel veel gratis, hè, tegenwoordig. Dat is beter doen, hè. Straks gratis eten. Hopla. En meneer is in één keer vegetarisch, dus moeten we nog speciaal voor hem achter vegetarische burgers gaan. Wat heeft hij al gevraagd? Dat moet hij niet doen, hè. Ik zou zelf toast eten. Hè. Toast! Toast. Toast. Goed, allee, we gaan naar de Rommelmarkt. Let's go, yo.
mijn zus een laserdisc gekocht. 75 euro. Dank u, Brommer, voor de... Ja, vind ik goed. Dat is goed. Goed. Dank u wel. Dank je wel. Merci. Bedankt. Ja, laserdisc gekocht. 75 euro. Lekker in orde. Zo, let's go. Ah, je nu die disc kopen ook? Ja, ik kan van disc kopen. Nice. Ja, daar een beetje verder ligt er nog een laserdisc voor 5 euro. White Fang 2. Zat hé, hoe toevallig kan het zijn. Hoe toevallig kan het zijn. Nooit vind je dat hè? Ah ja, nu heb ik het gevonden. Check die dozen. Het weegt 12.000 kilo, maar ja. Dus, hey, Allee, tot z'n bieten. You. En, wat heb je gekocht? Ah ja, dus ik ben nu nog een platte gekocht van, voor 5 euro van White Fang 2. Ah, ik ging juist zeggen, weet je de naam eigenlijk van de plaat? Ah, ja, tuurlijk. Dat is van Disney. Dat is van Disney, hè. Ja. Amai. Heb je de eerste al zien? Nee. Nee? Het zijn we ook niks eigenlijk. De tweede nog. Nee. Maar ja, kijk. Allee, zot. Blij dat ik het gevonden heb. Ja, echt zot, hè. Ah ja, voilà. Allee, we gaan naar de notte zeker? Ja, wel. Want nu ben ik blut. Ja. Terug naar Roos. Ja, terug naar Roos. Voilà, zimmaast. We zijn eindelijk aan de notto. Die doos weegt 1000 kilo. Bedankt voor niet te helpen dragen. Ik ben er om mooi te zijn. Oei. Het is nogthans geen Halloween, hè. Mooi te zijn. Het helpt niet. Ja, oké. Okay. Dus we gaan nu naar huis. We gaan een boel afzetten. Dus toch kunnen we nog zien wat we gaan doen. Of gaan we nog naar een andere rommelmarkt in Roeselare. Dat is maar echt nog geen 5 minuten van mijn deur. Dus kunnen we het zien, hè? Oh, nog zo. Maar het is nu 11 uur tegen dat we thuis zijn. Misschien gaat Anouk al een beetje koken of zo. Kunnen we al eten, want Anouk is achter, speciaal voor meneer hier achter veggie burgers geweest. Nee, het is zo dat je moet doen, hè? Niet. Ik was aan het verwijzen aan mezelf. Ah, zo, oké. Okay. Het lukt ook niet. En, nee, maar dat zijn de guns, oké. Okay. Wow, joh. Ja. Knoemd. Knoemd. Ja. Goed, allee, we gaan naar huis gaan en we gaan het wel zien of dan we een ander rommelmarktje gaan doen. Maar jij hebt tijd, hè? Ik heb dit. Ah, wel, ik heb ook tijd. Dan heb je tijd, hè? Van een gespeed. Zonder shit, geniet ervan, geniet ervan. Het gewoon niet weten van dag binnen is nu de muziek. Dat is een feit. Ja, dus wat gaan we nu doen? We zijn hier eigenlijk in de kringloopwinkel waar ik vorige week geweest was. Maar dat was hier echt niet ver van de rommelmarkt. Ik zei tegen Rimzi, ik zei, weet wat, zullen we anders geen naar de kringloop gaan? En zegt hij, oh, ik wil dat wel een keer neuzen. Dus we gaan hier een keer neuzen. Is het goed? Yes. Ah, en weet je wat hij aan het doen is? Aan het neuzen. Weet je wat? Neus geen maar een keer. Muziek is zeer gast. Allee, daar gaan we. Voilà, zie mensen. We zijn weer buiten uit de kringloopwinkel. En het is echt zot wat hij allemaal mee heeft. Het is echt zot. Gewoon niks. Yo! Al die moeite voor niks. Yo! Ah, ja, maar ja. Waarom kijkt het dan? Ah, je weet dat je niks gaat kopen. Ah ja, voor spek en bonen, hè. Voilà, zie mensen. En ondertussen zijn we weer thuisgekomen. En gaan we een keer tonen wat we allemaal gekocht hebben op de rommelmarkt in Tielt. Hoe-ha-hi. Goed, we moeten niet bijkomen, Rimzi. Maar Rimzi is hier ook nog altijd. Yo. Voilà. Dus de eerste film dat ik gekocht heb op Blu-ray, DVD, sorry, is Casper, het spookje. Dat vond ik wel chique. Dus voor 1 euro, goede koop. Dan de volgende film is de Bruce Lee Story Dragon. Supergoeie film. Ik had dat zelf niet zien dat jij meedoen. Mooi jongen toch. Was dat niet dat ik vast had? Ja. Ah. En ik heb hem gepikt. Amazing. En dan de volgende is een limited triple DVD collector's edition. Star Wars Robot Chicken. Voilà. Yuppie. Voilà.
Dan, de volgende is een horrorfilm. Is nog Sealed. Was ook 1 euro. Incarnate, of zoiets. Hebben die ook getoond. Met Carice van Houten en Aaron Eckhart. Met die Carice van Houten heb ik nog op de foto gestaan. Ja? Yep. Dat klinkt zo Vlaams. Ja, maar het is een Hollandse. Ah. En zij doet mee in Game of Thrones. Zij is de Red Woman of de Red Witch. Amai, of de Red, ja, iets met, ja, rooie. Rooie. En dan voor 50 cent. Dat is echt zo. Ik Mortal Kombat 2 gevonden. 50 cent. Voilà, voor 50 cent. Jepla, 50 cent. Yo, shorty, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna sip Ricard like it's your birthday. Ja. En dan de laatste film dat ik gekocht heb, was met Samuel L. Jackson en Christina Ricci en Justin Timberlake. Dat is Black Snake Moan. Voilà, zie. Heb ik nog niet gezien. Klinkt speciaal, hè. Moont jij een keer? Ja, oké. Okay. Voilà, zie. En dan natuurlijk de zotste aankoop dat ik gedaan heb. Iets dat ik nog nooit gelegen heb op de rommelmarkt. Heb het dat juist, ja, wel gezien. Maar het is echt niet normaal. Dus ik kom daartoe. En toont maar een keer. Pak jij hem. Want ja, ik kan het niet filmen en niet... Voilà, mensen. Een echte laserdisc speler. 100 euro aan ze gevraagd. Het was... Ja, het was eerst een twijfelke van zoek en meedoen of niet. Omdat er geen afstandsbediening bij zat. Dus er zat ook nog een laserdisc bij. Dat was een dineer. La Bamba. Voilà. Dat zat er nog bij. En dan, ik zeg tegen die mens, ik zei ja, ik ga nog even wachten. Ik ga nog een keer goed over nadenken. Ik ben dan naar een andere kraam geweest. Een andere stand. Hier, die 5 meter verder was, en 5 meter verder lag die film. White Fang 2, een laserdisc. Hoe toevallig is dat, dat je 2 laserdiscs ziet op 1 rommelmarkt en dan nog geen 20 meter van elkaar. Ik heb zelfs, nu is het een tweede keer in mijn leven dat ik laserdiscs gezien. Ja, de rest heb ik hem gevonden. Nee, maar je vindt dat nooit. Ja. Je vindt dat nooit. Laserdiscs, nooit. Dus heb ik de alle 2 gekocht. Ik ben terug naar die ene stand geweest van die laserdisc. Ik zeg tegen hem, ik wil hem kopen, maar dan voor 75. Hij zegt, ja, maar ja, dat is direct 25 euro eraf. Ik zeg, ja, het is rommelmarkt. Hè. Ik zeg, kijk, nu direct ga ik betalen 75 euro. En ik zeg, geef je mij je woord dat hij nog werkt? Ja, hij werkt 100% zeker. Dus ik heb hem gewoon gekocht voor 75 euro. Ik ben gewoon super, super blij mee. Dus voilà, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Rimzy, moet jij nog iets zeggen? Tot de volgende. Voilà, en nog één ding. Salut!